Voorzitter, het is lastig debatteren met mensen die maar één kant van het verhaal kennen. Degene die netjes de NRC, de Volkskrant lezen en af en toe CNN aanzetten en 's avonds naar een expert van Klingendaal op Nieuwsuur kijken en vervolgens menen dat ze goed geïnformeerd zijn. Lees eens de andere kant of kijk eens op YouTube naar de podcast Redacted voor de andere kant van het nieuws, zou ik tegen hen willen zeggen. Er is, voorzitter, in het Japans een mooi woord voor objectief, kyakkanteki, dat letterlijk van alle kanten betekent. Helaas wordt het ons steeds moeilijker gemaakt nieuws van alle kanten tot ons te nemen. Russische zenders zijn bijvoorbeeld verboden in de Europese Unie. Iedereen met een ander geluid wordt weggezet als een vriend van Poetin. En een ander perspectief is gelijk aan Russische propaganda. Gelukkig bestaat natuurlijk niet zoiets als Europese, Amerikaanse of Oekraïense propaganda. De EU en Oekraïne en de VS, zo lijken veel journalisten en politici te denken, vertellen namelijk altijd de absolute waarheid. Hoe naïef kun je zijn? Het gevolg van deze onwetendheid rond de oorlog, die vreselijke oorlog, voorzitter, in Oekraïne, is in het Westen inmiddels een complete schijnwereld opgetrokken, die vrijwel niets meer met de realiteit te maken heeft. De grote boze Poetin zou op 24 februari 2022 wakker zijn geworden en uit het niets plotseling het vredige en onschuldige Oekraïne zijn binnengevallen. Dat de EU ongeveer 10 jaar eerder een twistappel naar binnen heeft geworpen in de vorm van dat vervloekte EU-associatieverdrag, waar de Nederlandse bevolking, herhaal het nog maar eens een keer, met 2/3 meerderheid tegen heeft gestemd. Een twistappel die uiteindelijk in 2014 tot een gewelddadige en door het Westen gesteunde coup in Oekraïne heeft geleid, daar hoor je niemand over. Dat na die coup Russisch sprekende minderheden in het oosten van het land door het regime in Kiev zijn onderdrukt, dat doet er niet toe. Dat het Westen nooit van plan was de Minsk-akkoorden na te leven, Merkel heeft dit onlangs toegegeven in een interview, maakt blijkbaar allemaal niet uit. Het verhaal is en blijft Oekraïne goed, Rusland slecht. Het gevolg van dit naïeve wereldbeeld. Wereldvreemde denkbeelden bij veel van onze politici en journalisten. Zo werd door velen van hen serieus gedacht, en misschien denken ze dit nog steeds, dat Rusland zelf zijn eigen pijpleidingen in de Baltische Zee heeft opgeblazen, terwijl Rusland hier geen enkel belang bij heeft en de Verenigde Staten bij monden van Biden en Victoria Nuland herhaaldelijk hebben aangegeven dat ze, in geval van een oorlog, de pijpleiding zouden, citaat, beëindigen. Toen we de premier hierop wezen, kwalificeerde hij dit als een onzinnige attributie aan Amerika. Einde citaat. Het gevolg van deze hooghartigheid. Een volkomen misplaatst gevoel van morele superioriteit. Domheid en arrogantie, voorzitter, zijn namelijk twee vruchten die doorgaans aan dezelfde boom groeien. Zo komen er, als het aan de Europese Unie ligt, tribunalen. Mooi woord trouwens, voorzitter. Tribunalen. Voor het berechten van Poetin en anderen vanwege oorlogsmisdrijven. Als voorloper van een mogelijk tribunaal werd begin februari het Internationaal Centrum voor de Vervolging van de Misdaad van Agressie opgericht in Den Haag. Hollandia dozet. Nederland wijst iedereen weer eens de weg. Dit proto-tribunaal is duidelijk een politiek wapen dat alleen maar tot verdere escalatie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat Rusland een tribunaal zou oprichten voor de talloze agressieoorlogen die de NAVO de afgelopen decennia heeft gevoerd op valse gronden tegen soevereine landen als Irak, Libië en Servië bijvoorbeeld, en arrestatiebevelen zou uitvaardigen tegen Blair, Bush en Balkenende. Is de vrede en veiligheid in de wereld erbij gebaat als gebaseerd op zogenaamd internationaal recht landen elkaars leiders voor tribunalen gaan dagen? Is het Nederlands belang hierbij gediend? Natuurlijk niet. Het gevolg van deze zelfingenomenheid. Europees wapengekletter. De Europese Unie wil in Europees verband munitie gaan aankopen. De Europese munitieproductiecapaciteit, zo lezen we in de stukken, van 25.000 granaten per maand is onvoldoende wat de Europese Unie betreft. Een grote gezamenlijke munitieorde, aldus de Europese Unie, voor de duur van 7 jaar moet voldoende zekerheid bieden. De Nederlandse regering vindt het allemaal best, sterker nog, loopt met een belerend vingertje voorop in deze oorlogsmars en de wapenindustrie likt zijn vingers er ondertussen bij af. Het is spelen met vuur. We slaapwandelen een oorlog in, die niet, ik herhaal, niet onze oorlog is. Met het afwijzen door de Nederlandse bevolking van het EU-associatieverdrag met Oekraïne op 6 april 2016, heeft de Nederlandse bevolking, de soeverein van dit land, dit ook te kennen gegeven. We roepen de Nederlandse regering daarom op neutraal te blijven en aan te sturen op vrede tussen Oekraïne en Rusland. Dank u, voorzitter.